Nu komt ineens een plus in gevaar en willen ze wel samenwerken. En dat vinden wij niet geloofwaardig, want er moet een st daadkrachtig stadsbestuur zitten, maar ook een uh, betrouwbaar en geloofwaardig stadsbestuur. Nieuws. Hey Richard, uh, Hart voor Den Haag heeft GroenLinks en PvdA buitengesloten. Waarom? Nou ja, omdat zij tot donderdagavond uh, laat uh, Hart voor Den Haag hebben uitgesloten. Dat doen ze al drieënhalf jaar. Uh, ja, ik vind die draai nu zo ongeloofwaardig uh, dat uh, zelfs colleges opgevallen. Dat wij vinden dat daar geen zaken mee te doen valt. Ja, want leg eens eventjes uit. Hart voor Den Haag, je, je zit nu vol in de onderhandelingen. Hoe gaat dat? Ja, wij hebben aangegeven dat het meest logisch is dat de drie grootste partijen, misschien nog aangevuld met een andere partij, de nieuwe coalitie gaat vormen. En dat is nu Hart voor Den Haag? Dat is D66 en de VVD. En misschien nog een andere constructieve partij erbij. Ja, en daartoe rekenen we niet uh, de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Want die hebben we tot donderdagavond laat. Waardoor het college is gevallen gezegd. Ja, met die partij valt niet samen te werken. We vinden hun manier van politiek bedrijven niet goed. De verschillen lopen te ver uiteen. Ze zijn te rechts. Ja, nu is een coalitie gevallen. Dan kunnen ze ineens wel samenwerken met ons. Niet erg geloofwaardig. Ja, misschien omdat je nu geen hardcore crimineel bent. Hè? Want voorheen was je nu. was je nou ook allemaal. Je was bendeleider of zo, toch? Ik was leider van twee criminele organisaties. Dus let op wat je zegt, alsjeblieft. Ja, nee, precies. Maar nu je dat dus af bent, criminele ja. leider, af. Um, ja, dan D66 en VVD dan staan wel nu een stuk wel tegenover jullie. Dat geeft je dat ook wel een goed gevoel? Een zeer goed gevoel. En hopelijk pakken we door naar een uh, nieuwe college. Dat zou goed zijn voor de Stad Den Haag. Dat er een daadkrachtig stadsbestuur komt. Dat eindelijk is de problemen gaat oplossen in deze stad. Ben ik het helemaal mee eens. Maar het is helemaal, ik vind het helemaal niet bij jou passen. En helemaal niet bij jouw manier van politiek drijven passen. Dat je mensen gaat uitsluiten. Ja, maar wij hebben ook niet uitgesloten, dat hebben die partijen drieënhalf jaar zelf gedaan. Ja. En dan is het niet erg geloofwaardig om twee maanden lang, hè, 21 april ben ik vrijgesproken... ...en na die datum hebben we deze twee partijen gezegd, we willen niet met de mos. Dat hebben wij niet gezegd, wij hebben de aanschuitvariant voorgesteld. Hadden we al lang een nieuw college gehad, dat hebben zij niet gewild. En nu komt ineens een plus in gevaar en willen ze wel samenwerken. En dat vinden wij niet geloofwaardig, want er moet een daadkrachtig stadsbestuur zitten... ...maar ook een betrouwbaar en geloofwaardig stadsbestuur. Ja. Je hebt natuurlijk een tijdje op de reservebank moeten zitten. Nu mag je meespelen in de spits. Ga je ook echt dingen veranderen? We gaan in de spits zeker dingen veranderen. We gaan veiligheid aanpakken, leefbaarheidsproblemen aanpakken, huizen bouwen. Kortom, er zijn heel veel dingen te doen in deze stad Den Haag. En daar gaan wij het liefst zo snel mogelijk mee aan de gang. Ga je ook nog een beetje op vakantie tussendoor? Dat zit er waarschijnlijk niet in. Als je moet onderhandelen en mooie dingen voor de stad moet doen. Dus dat is het offer wat ik brengen moet: van crimineel naar barmhartige Samaritaan. Het is een hele overgang. Dankjewel. Wij van Poont zijn altijd op zoek naar ontroerende verhalen, boosmakers, maar ook gekke, absurde situaties. Weet jij nou van zoiets? Mail ons dan. Tip ons op redactie@punt.tv. En wie weet zie je jouw verhaal terug op ons kanaal. En vergeet je ook niet te abonneren.